ons aan tafel en we zijn zeer vereerd. Het is hun jubileumjaar en ze zijn op tournee. Odie van de Woudrukkers, welkom. Welkom, hartstikke leuk. Ja. 6 jaar, hè? 6 jaar, voorbij gevlogen. We plakken er nog minstens 60 jaar in vast, dat is mijn visie is. Maar ik denk als we deze levensstijl verder gaan met de Woudrukkers, dat ik over 3 jaar klaar ben. Maar... Nou, dat was inderdaad een van mijn vragen. Die wilde ik eigenlijk pas veel later in ons gesprek stellen. Ja. Ik heb jullie een beetje gevolgd, een beetje bekeken wat er allemaal gebeurt op het podium en daarnaast. En ik heb toch het gevoel dat, nou ja, Zundap, bier... Dat sowieso. En het is, klerenwijven. Dat een beetje, of niet? Ja, je moet allemaal een beetje met de korreltje zout nemen, denk ik. Maar dat bier, dat is inderdaad wel redelijk aanwezig bij onze shows. Soms hebben we niet eens de idee meer als we klaar zijn met optreden waar we zijn, überhaupt. Dan ben ik ook blij dat we een chauffeur mee hebben. Maar ja, het is alleen maar lol. Alleen maar lol. Leuk. Want Odie, voor wie de Woudrukkers nog niet kent, ik kan het me bijna niet voorstellen. Jullie stonden vorige week in een uitverkochte zaal. Ja, het was wel 3x3, maar hij was uitverkocht. Ja, nee, ik wou zeggen bijna 1000 man. Maar, nee, we hadden. We zijn begonnen 6 jaar in dat cafeetje met optreden. En nu 6 jaar later dachten we gaan het daar weer doen. Maar we hadden te weinig kaarten, want we hadden inderdaad wel veel groter gekund. Ja, want jullie treden op in enorme feesttenten. Ja, voorheen ook het voorprogramma ook van Normaal, hè? Ja, meerdere malen. We hebben zelfs de laatste voorprogramma mogen doen voor ze bij een afsluitingstournee. Of een afsluitconcert. Daar hebben wij voor gestaan. Ze vonden ons een leuke band, omdat we niet hetzelfde waren als alle bands die daar in het voorprogramma stonden. En onze eigen show eraan gaven. Dus ze zeiden van, die moeten we vaker hebben. En we zijn ze gevolgd. We zijn Groningen geweest. Ja, en 5 keer Midwoud, geloof ik, hebben we gestaan in het voorprogramma. Want Odie, wat is dan de show die jullie eraan geven? Want ik denk, een heleboel mensen die een band spelen... Ik heb zelf in meerdere bands gespeeld, maar een heleboel mensen die nemen het allemaal een beetje te serieus. Die gaan thuis zitten en die gaan fingerpicking en hoe sneller, hoe gekker. En die staan daar 100.000 akkoorden te spelen voor 3 man. En wij staan 3 akkoorden te spelen voor 100.000 man bij wijze van spelen. Want bij ons legt de lat niet zo hoog. En als het maar plezier is. En, maar als jullie niet kunnen musiceren, dan vraagt Normaal je niet in het voorprogramma. Nee, maar wij hebben wel zoiets van. Wij gaan 1 roep de nummer van, dat kunnen we wel gaan spelen. Dan gaan we niet allemaal de cd opzoeken van hoe zal het allemaal. We schrijven onze eigen show eraan. We weten nou ongeveer hoe het loopt, het nummer een beetje. En voor de rest boksen we het zelf wel uit. Ja. En dan is de tekst fonetisch? Nee, dat valt ook nog wel mee. Meestal als ik het moet zingen wel. Maar als Dave dat deed, ging het al vrij redelijk. Dus, En Dave is nu weg, hè? Jullie hebben een... Jammer een, genoeg. Ja. Die zag er goed uit, maar ik heb net Martin ontmoet. Nou, die nieuwe mag er ook best wezen. Ja, we konden... We hadden dus in onze kring al op zoek geweest naar andere drummers. We konden wel redelijk wat goede, ervaren drummers krijgen ook. Die met op tournees waren geweest, Robbie Valentine en alles en zo. Maar ja, dat is helemaal niks voor ons. Het moet gewoon lekker laag met de grond wezen, een beetje rammen en het moet lol wezen. Toen kwam met deze koning op de proppen, Marvin. Ja, hij zit te glimmen, dus volgens mij zit het wel goed. Ja, waarom stopte Dave? Kon hij het bier drinken niet meer aan? Dat sowieso niet. Hij was al 15 kilo aangevallen, of aangekomen. Ik ben er weer terug, want ik was op een gegeven moment 107, dus dat ging bij mij ook verkeerd. Maar nee, hij heeft veel te drukke baan. Hij heeft een promotie gemaakt op zijn werk en hij kan het gewoon niet meer verkopen om niet te komen opdraven. En dan zit hij bijvoorbeeld in Groningen op te treden terwijl de baan helemaal storm loopt daar. Ja. Hij werkt op een golfbaan. Ja, dat gaat gewoon niet meer. En jullie hebben allemaal van die makkelijke baantjes dat het er wel bij kan? Wij kunnen het nog wel handelen. Ja. Hoe zijn jullie hier naartoe gekomen overigens? Met de bus. Met de bus? Ja. Niet op de Zundap? Nee hoor. Nee, we hebben tegenwoordig... En Weelde, we hebben 2 bussen rijden. En we zijn nou met de bestikkerde bus gekomen. Onze paradepaardje van 35 jaar oud. Geweldig. Twee bussen, waarom 2? Omdat we begonnen met niks. Met 2 lampjes en een oude gitaar. En we hebben nu zoveel materiaal verzameld onderhand. Dat, het past niet meer in 1 bus. Het gaat nu al bijna niet meer passen in 2 bussen. Ja. Dus waar willen jullie naartoe met de Woudrukkers? Nou. Ziggo Dome, uitverkocht. Of nee, niet? Maar weet je, we hebben dus inderdaad voor 6.000, 7.000 mensen gespeeld. Dat is hartstikke mooi. Maar in Pankra's, als er 300 man staat, is het ook prachtig. Joh. Maakt ons helemaal niks uit. Maar er zit geen ambitie in de band?
Nooit geweest. Nee. Nooit geweest. En jij? Ik zal het nog sterker vertellen. De band is eigenlijk ontstaan toen Ruud mij belde. Die zegt, we moeten over 3 weken optreden. Ik zeg, met wie? Hij zegt, ik weet het nog niet. Toen ik zeg, wat moet ik dan doen? Nou, hij zegt, ja, jij kunt toch gitaar spelen? Ik zeg, ja, nou, zit, dan ga jij gitaar spelen en dan zien we hem wel even. Maar ik zeg, hij zegt, over 3 weken optreden. Dus zo is het eigenlijk begonnen ook. En waar was dat? Oh, dat was natuurlijk bij jullie vorige week. Daar, ja. Ja, waar jullie vorige week stonden, ja. Nou, dat ging zo slecht eigenlijk, dus dat we dachten van, dit moeten we vaker doen. geen ambitie. Je zegt in het begin van het gesprek al, als we dit tempo bier drinken nog 3 jaar volhouden, dan houdt het wel op. Is dat ook de levensduur van de Woudruckers? Nee, we gaan wel goed. Dat gaat nog wel jaren door, denk ik. Maar in het begin, toen waren we zo wild, toen hadden we onze oefenavond op maandag en toen kwamen we om 3 uur 's nachts thuis. En toen wisten we de volgende dag ook niet meer wat we gerepeteerd hadden. En toen was ik op een gegeven moment, ik woog altijd rond de 89 en op een gegeven moment was ik 107. Toen zei mijn vriendin, nou, die moet maar eens wat serieus gaan oefenen, denk ik nou. Ja, ben je nu weer... Jullie zijn nog steeds bij elkaar? We zijn nog steeds bij elkaar. Het kratje bier staat ook nog steeds klaar in de oefenavond. Heel goed. Straks gaan jullie voor ons spelen. Ik vond het leuk om dit verhaal te horen. Tot slot, Lorakke zei het net al, jullie noemen af en toe vrouwen klerenwijven. Ja, nou, dat is Michelle, die regelt de merchandising. En dat is het enige klerenwijf? De kleding. De kleding. Oh, kleren, op zo'n manier klerenwijf. Ja. Nee, hoor. Ja. Ja, want ik denk, we maken een bruggetje naar Bo Kossen toe. Hoe vind je dat ze vrouwen klerenwijf noemen, Bo? Klerenwijf, ja, net hoe je het ziet natuurlijk, hè. Kijk, ik weet niet wat voor type volk een beetje op jullie gebeuk afkomt, omdat je het net zo zei. Ja, nou, het is niet echt virtuoos, ze komen niet op ons af, in ieder geval. Maar het is echt, nou, van alles. De boeren en die vinden dat prachtig, joh. Als het maar hard is en 3 akkoorden, huppakee, het maakt allemaal niet uit. Nou, en veel bier. Dus het uiteindelijk maakt allemaal helemaal niks uit. Ja. Slinger maar een eentje bier in de rond, joh, en kijk wat je doet. Dat is echt gewoon. Ziet zo jouw ideale stapavond eruit, Bo? Bier en 3 akkoorden en gaan? Nou ja, af en toe vind ik het best leuk, hoor. Mijn avondje inderdaad. Kijk, ik kan er misschien heel netjes uitzien nu met mijn jurkje en mijn panty en een leuk hoedje. Maar ik vind het ook leuk om lekker in mijn spijkerbroek met mijn Nike's gewoon lekker door een tent heen te springen en met bier te gooien. En ja, zo ben ik eigenlijk ook wel. Nou, die staat eerst de volgende optreden, trap boom af. Op het podium. Ja. Lekker wij. Op de achtergrond. Ja. Ik zie naar beide, is die andere jongen trouwens. Nou, ik moet thuis. We moeten wel overleggen. Ja, oké. Okay. Ja. Bo, leuk dat je er bent. Ja. 2 jaar geleden meegedaan aan Holland's Next Topmodel. Ja, klopt. Wat is er sinds die serie uitzendingen met Bo Kossen gebeurt? Ja, een heleboel. Ja, het is een hele lange periode geweest. Een hele leuke periode vooral. Heel veel geleerd. Ja, het is allemaal heel spontaan begonnen. En dat heb ik eigenlijk zo een beetje opgepakt. En het is ook heel spontaan gebleven eigenlijk. Alles wat ik wat een beetje op mijn pad is gekomen, ben ik eigenlijk een beetje gaan volgen. Een beetje hier en een beetje daar. Dus echt heel veel meegemaakt en heel veel gedaan. Dus heel veel gereisd ook. Ja. Dus, en als wij dan op zoek gaan naar Bo Kossen, dan komen we op allerlei mooie sites en plaatjes en liedjes. En dan vinden we ook jouw maten.